ben Wessel Simons van Bitcoin Magazine en kunt u zich kort introduceren? Ja, ik ben Erik van Himberg, afkomstig uit België en ik ben een van de 14 oprichters van de NEM Foundation die voor de commerciële ondersteuning van de NEM-technologie en het NEM-platform zorgt. Ja, NEM is in het nieuws gekomen afgelopen week vanwege de hack die bij een Japanse exchange Coincheck is gebeurd. Hè. Ja. Er zou $500 miljoen aan beleggingsgeld geconfiskeerd zijn. Kunt u uitleggen wat er eigenlijk is gebeurd? De NEM Foundation is gecontacteerd geweest door Coincheck op het moment dat zij het probleem hebben vastgesteld, afgelopen vrijdag. Zij hebben ons meegedeeld dat er 523 miljoen XEM, de cryptocurrency van het NEM-platform, verdwenen was uit hun hot wallet. Met de vraag of wij met de NEM Foundation hun konden helpen om dat recht te zetten, om te tracen waar dat geld naartoe gegaan is enzovoort. Ja. Op de eerste vraag is de NEM Foundation niet ingegaan, dus er is beslist geweest van geen software aanpassingen te doen en geen hardfork toe te passen om de transactie terug te draaien. Okay. Maar er is wel beslist uiteraard om de mensen van Coincheck met alle mogelijke middelen te helpen om te achterhalen naar welke accounts die fondsen getransfereerd geweest zijn en om vervolgens met de hulp van andere exchanges te vermijden dat de criminelen die met die fondsen er vandoor zijn gegaan, die vervolgens ook weer kunnen storten op andere exchanges om ze te verkopen. En ja. De meeste, of bijna alle van andere exchanges, hebben hun steun toegezegd. Oké. Okay. Het gaat om 500 miljoen XM inderdaad. 523 om precies te zijn. Inderdaad. Ja. Die zijn allemaal in principe te traceren, zeg maar, in de blockchain van XM. Niet alleen in principe, volledig. Volledig. Ja. En hoe gaat het in zijn werk? Het is nogal een aantal. Daar is een speciaal team opgezet of die dat dan onderzoekt? Ja, van de details ben ik zelf niet op de hoogte, maar het is vrij eenvoudig. Op het NEM-platform is het zo dat elke transactie, elke account zichtbaar is via de gewone API die gebruikt kan worden op alle nodes van het NEM-netwerk. Voor alle gebruikers wereldwijd is dat ook zichtbaar op de publieke block explorers die beschikbaar zijn. Dus het enige wat je moet weten is de account van de hot wallet van Coincheck, waarop de fondsen zich oorspronkelijk bevonden. Ja. Blijkbaar gaat het over fondsen van een 260.000 hoofdzakelijk Japanse beleggers, investeerders. Ja. Coincheck heeft zelf een press release gehouden waarin zij hebben gemeld dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de gebrekkige security waardoor die fondsen ontvreemd zijn kunnen worden. Dus, ja. Want zij hebben ook al aangegeven dat zij de beleggingstegoeden zouden gaan. Klopt. Ze hebben dit weekend een pressrelease uitgestuurd die ook beschikbaar te lezen is in het Engels op hun blog, op hun eigen website. En daarin staat vermeld dat zij dus die 523 miljoen XEM zullen terugstorten naar die 260.000 gebruikers. Maar niet in XEM, maar in een terugstorting in Japanse yen, waarbij een gemiddelde koers van de afgelopen periode gaat gebruikt worden om de wisselkoers te bepalen. En ik heb in die pressrelease gelezen dat het om iets van een 85 yen per XEM zou gaan. Dus omgerekend, als ik me goed herinner, gaat het om iets van een 53 miljard yen die Coincheck gaat terugstorten aan een 260.000 gebruikers. 350 miljard yen, ik heb zo de koers niet in mijn hoofd. Ja, omgerekend is dat iets van een half miljard dollar of een 400 miljoen euro. Euro, ja. Kan zo'n exchange dat dragen? Zeer goede vraag. Die vraag stel ik mezelf ook. Kunnen zij dat zonder eronder door te gaan of failliet te gaan? Zij hebben het aangekondigd, dus ik neem aan dat zij georganiseerd zijn om dat eventueel met financiers of banken of andere instellingen te realiseren. Ze hebben de belofte gedaan naar hun gebruikers.
om die schade los te stellen. Want het zijn uiteraard niet de fondsen van de gebruikers zelf die verdwenen zijn, maar de fondsen die op de account van Coincheck zelf stonden. Ja. En ze hebben ook aangegeven uitsluitend zelf verantwoordelijk te zijn voor de gebrekkige security. Dus zij zijn ook zelf verantwoordelijk en ze hebben ook dus volledig de intentie om zelf alle gebruikers schade los te stellen. En ze hebben zich trouwens ook op een eervolle wijze verontschuldigd en niet alleen naar hun eigen gebruikers, maar naar de volledige crypto-community. Oké, okay. Ja. Want heeft het nog nadelige gevolgen gehad voor NEM zelf, Sam zelf? Ja, goed, voorlopig kunnen we natuurlijk enkel maar kijken naar het koersverloop, wat op zich wel interessant is, maar ook niet alles zegt. Hè. En, ik heb het niet op mijn netvlies, maar... Ja, op het moment dat de koers begon te dalen, wist natuurlijk niet iedereen onmiddellijk wat de oorzaak was. Achteraf bleek het bekendmaken van die hack, de oorzaak dat de koers een 20% gezakt was op een aantal exchanges. Ja, ja. Toen de vervolgbekendmakingen kwamen, zowel van Coincheck als van de president en vicepresident van de NEM Foundation, heeft de markt positief gereageerd, zal ik maar zeggen. Want er is veel vertrouwen in de platform, hè? Als je kijkt naar... Ja. We kennen ook in Nederland wel een aantal experts die best wel positief zijn over NEM als zijnde platform. Het blijkt ook dat de software, alhoewel we nog in beta-fase zijn, dat die wel perfect gewerkt heeft. Alle transacties zijn wel geregistreerd in de blockchain, wat ons ook toelaat van die fondsen te trekken. Ja. Uiteraard hangt het van de ondersteuning van alle andere exchanges af om effectiever voor te zorgen dat die ontvreemde fondsen nergens naartoe kunnen gaan. Maar als je weet dat het van die 9 miljard die in omloop zijn, iets van een 5,8% is die gestolen is, dan zonder het om te rekenen in fiatmunten, euro's of dollars, besef je al dat het over een gigantische hoeveelheid gaat. Ja, zeker. Zeker. Dit krijgt in ieder geval nog een staartje, toch? Ik hoop het wel. Ja. Want wat kunnen jullie als foundation nog doen of toevoegen? Ik kan niet als foundation spreken, want ik zit niet in het bestuur van de foundation. Ik ben een van de medeoprichters. Maar wat ik zelf hoop dat er gaat gebeuren, is dat de criminelen de nadelen gaan ondervinden van de steun die de NEM Foundation aan Coincheck levert en de steun van alle andere exchanges. Zodanig dat zij beseffen dat ze met die fondsen nergens naartoe kunnen. En hoop ik dat zij vervolgens zich ofwel aangeven of bij Coincheck zelf melden om een gedeelte van die fondsen of volledig de fondsen terug te storten. Desnoods in ruil voor een vergoeding als ze bekendmaken hoe ze te werk gegaan zijn, hoe ze misschien Coincheck kunnen helpen om te vermijden dat zoiets in de toekomst nog gebeurt. Of misschien andere exchanges nog wijst op mogelijke beveiligingsrisico's. Want ik begrijp, het aantal XM is al gecapt. Het is al een maximum aan, toch? Of begrijp ik het verkeerd? Ja, 9 miljard XM in omloop die zijn gecreëerd bij de Nemesis-blok, de eerste blok, in maart 2015. Ja. Het is een platform. Misschien heel kort even voor misschien de leek die ook kijkt, hoe moeten we het vergelijken met een Ethereum, met andere platforms zoals Neo, Icon? Ja. Oorspronkelijk is NEM ontstaan als een vergelijkbaar systeem als vele andere cryptomunten. Een online betalingssysteem tussen verschillende gebruikers van het platform. Mm-hmm. Een digitale betaaleenheid. Hè. Ja. In de loop van de ontwikkeling zijn er verschillende andere functionaliteiten aan toegevoegd. Met name naar beveiliging toe, met name naar gebruiksvriendelijkheid, met name naar energiezuinigheid. Okay. Ja, dus NEM gebruikt een consensus algoritme wat wij Proof of Importance noemen. Dat is een variant ten opzichte van Proof of Stake, waarbij degenen die blokken genereren vergoed worden op basis van de transactiefees en dus niet op basis van nieuw gecreëerde munten. In vergelijking met de Bitcoin, hè? Bitcoin wordt vaak gezegd, oké, dat is energie onzuinig, vervuilend, et cetera. Jullie verbruiken veel minder energie dan Bitcoin netwerk. En het gevolg is ook dat de vergoedingen die aan de uitbaters van die netwerknodes moet betaald worden, dat die veel lager is omdat de kosten veel lager zijn. Waardoor het NEM-platform ook een zeer goedkoop platform is om transacties uit te voeren.
Wat ook blijkt uit de verschillende beslissingen die de NIM Foundation genomen heeft om wanneer de koers stijgt ook de transactiefees te verlagen om de kosten laag te houden voor iedereen die het platform gebruikt. En wat is bijvoorbeeld een belangrijke gebruiker van jullie betaalmiddel? Er zijn verschillende bedrijven die onder non-disclosure agreements ontwikkelingen lopende hebben, maar er zijn ook verschillende ICO's en crowdfunding initiatieven die nu lopen. Ik ga het risico niet nemen van er een aantal op te noemen, want dan vergeet ik er sowieso vele die niet in mij opkomen. Ja. Dus daar ga ik me niet aan wagen. Okay. Maar er zijn er vele, bijna allemaal te vinden via het forum.nim.io, wat de publieke website is, of via de Telegram-channels van de NIM-community. En dus, de basis is in Zuid-Korea, toch? Of zeg ik nu iets heel geks? De core developers zijn verspreid over de wereld. Ook de 14 oprichters van de NIM Foundation zijn verspreid over de wereld. Alleen is het wel zo dat een groot gedeelte van de commerciële activiteit van NIM en van de permissioned of de private variant van NIM situeert zich in Japan. En vandaar ook het grote succes in het Verre Oosten. Ja. En veel van de initiële projecten situeren zich in het Verre Oosten, niet alleen in Japan, maar dus ook in vele andere landen in het Verre Oosten. Maar goed, we hebben ondertussen ook al een NIM Europe en een NIM Verenigde Staten. En er zijn in vele Europese en andere landen van de wereld regelmatig meetups die georganiseerd worden. Dus het verspreidt zich snel. Ja. Dus zeg maar even de voordelen van NIM is, het is goedkoper netwerk. Dus ook je hebt minder hoge transactiefees, zoals bij Bitcoin op dit moment. Ja, plus we poseren ons naar de enterprise markt. We positioneren onszelf ook als de smart blockchain. Op het NIM-platform kunnen eigen tokens aangemaakt worden, smart assets. We hebben multi-signature native ingebouwd in de functionaliteiten van het platform. Okay. Een multi-signature die bijvoorbeeld deze hack bij Coincheck had kunnen voorkomen, mochten zij dat gebruikt hebben. Ja, dat is het verhangen natuurlijk. Dus, er zijn nog een aantal andere security features die mogelijk zijn, die ze dus niet toegepast hadden. Wat is de toekomst van de NIM? Het is toch een top 20 munt, cryptomunt, op de beurs, hè, zo uit mijn hoofd. Wat zijn de komende milestones, zeg maar? Ja goed, met mijn persoonlijke mening als IT-consultant is dat het grootste voordeel naar ontwikkelaars is dat NIM een zeer eenvoudig programmeerbare en bruikbare REST API ter beschikking stelt op alle netwerknodes in de NIM cloud, zal ik maar zeggen. Ja. Dus het is zeer eenvoudig om op het NIM-platform een applicatie te ontwikkelen. Dus ter vergelijking, ik heb altijd geleerd van Ethereum, smart contracts. Stel je wil iets schrijven, dan moet je eerst de Word-applicatie zelf ontwikkelen. En bij NIM hoef je die Word-applicatie bij wijze van niet. Dat kun je zelf, die is er al, waarmee je dus aan de gang kan gaan. Hey, het is minder ik probeer het meestal samen te vatten als zijnde een aantal basiscomponenten van de meer traditionele smart contracts. Een aantal basiscomponenten zijn daar native van ingebouwd in het NIM-platform, waardoor je eenvoudige smart contracts eigenlijk kan implementeren zonder programmatiewerk, waarbij je gewoon in de standaard client een aantal kliks, gewoon buttonkliks of checkboxes die je aan of afvinkt, kan aangeven welk type smart contract je wenst toe te passen op smart assets. Ja. Okay. Nog een paar vragen. Wat er is gebeurd met Coincheck, dat draagt natuurlijk niet echt bij tot het vertrouwen in deze industrie. Wat moet er op gebied van moet er iets gebeuren op gebied van regulering, vindt u? Ja, het is altijd zeer duaal. Want alle hacks die in het wereldje al gebeurd zijn, zijn altijd aanvallen geweest op gecentraliseerde organisaties, bedrijven. Die tekortschieten wat betreft de security die ze toepassen. En het is niet alleen in dit geval, maar ook in alle eerdere gevallen, ook met andere blockchains zo gebleken dat
bijna nooit de blockchain-protocollen zelf gehackt geweest zijn. Okay. Dus is ook in dit geval niet zo. Dus de software heeft gewerkt zoals het moest. Zou enige regulatie dit kunnen voorkomen hebben? Ik durf dat te betwijfelen. Hebben we dus in de toekomst regulatie nodig om dit soort gevallen in de toekomst te vermijden? Ik durf dat ook te betwijfelen, want zelf met regelgeving kan dit nog altijd gebeuren. Volgens mij is de regelgeving genoeg. Als er kan achterhaald worden welke criminelen achter deze foutieve of onrechtmatige transacties schuilen, dan kunnen die met de huidige regelgeving ook gestraft en opgespoord worden. Dus, ja, ja. En een Europese digitale munt, wat zeg maar onlangs tijdens de hoorzitting werd genoemd als zijnde, ziet u dat gebeuren? Hè? Een alternatief op de euro, maar dan digitaal? Ja, er is hier straks tijdens de introductiesessie een onderwerp te sprake gekomen wat regelgeving betreft. En er waren daar verschillende personen die daar allerlei dingen hadden over te vertellen. Maar u ziet het niet gebeuren? Ik neem natuurlijk de positie in als iemand die al belangen heeft in een bestaand crypto-platform. Er zijn al voldoende publieke crypto-netwerken operationeel. Er zijn al voldoende veilige betalingsmiddelen beschikbaar. Dus ik vind het overbodig dat nieuwe munten zouden gecreëerd worden. Het is perfect mogelijk dat de reeds bestaande platformen of de reeds bestaande munten zouden gebruikt worden om dat te realiseren. Net zoals op andere platformen kan op het NIM-platform een nieuwe munt gecreëerd worden. Elke instantie, dus ook elke bank of elke centrale bank zou dat kunnen. Ziet u dat gebeuren? Ik zie dat wel gebeuren, want er hebben al enorm veel financiële instellingen gesteld, aangekondigd. Niet alleen dat ze de intenties hebben, maar ook dat ze ermee bezig zijn. Meestal natuurlijk wel om hun eigen cryptomunt te creëren. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk om het bestaande wereldje van het traditionele financiële systeem niet alleen te beschermen, maar het in stand te houden. Dat is, wie kan hun dat kwalijk nemen? Hè? Maar gaat het veranderen? Komt er een digitale munt die wel een alternatief kan zijn? Dat zal van u afhangen, dat zal van mij afhangen, dat zal van alle burgers afhangen. En net zoals in het normale economische wereldje heeft iets succes als er veel gebruik van gemaakt wordt. Heeft dus met vertrouwen te maken? Heeft enorm veel met vertrouwen te maken. En het is net dit element van de publieke blockchain-netwerken, dat zij niet onder controle staan van een gecentraliseerde eenheid, een gecentraliseerd bedrijf of een bepaalde overheid of een centrale bank, die zo'n aantrekkingskracht heeft op veel gebruikers wereldwijd. En dus het is net het argument dat door het traditioneel financiële systeem gebruikt wordt tegen cryptocurrencies, die net het succes ervan betekenen. Ja. En dat schijnt blijkbaar bij veel mensen nog een beetje te ontbreken als inzicht. Oké. Okay. Nog een laatste vraag. Hoe zit het eigenlijk met de ontwikkelingen in België op het gebied van blockchain? Zijn er bepaalde blockchain hubs gaande? Hoe is het klimaat zeg maar, in België voor blockchain bedrijven? Ja, in vergelijking met dit initiatief hier in Nederland lijken de initiatieven in België kleiner te zijn. Ik ben wel op de hoogte van een initiatief Blockchain Vlaanderen, waar ik zelf ook een spreekbeurt voor gehouden heb in 2016. Die initiatieven lopen voort, maar uiteraard zijn er veel initiatieven vanuit commerciële bedrijven die ook weer allemaal hun eigen belangen hebben. En dus als je kijkt naar pure initiatieven vanuit de community, vanuit gebruikers, dan gaat het dikwijls over veel kleine initiatieven, maar bijgevolg ook dikwijls minder goed georganiseerd. En dat is ook het geval voor de NIM-community. Al hebben wij recent wel een NIM-Europe opgericht, waar binnenkort initiatieven vanuit zullen bekendgemaakt worden. Oké. Okay. En zijn er ook al ICO's uiteraard vanuit België die bezig zijn om kapitaal op te halen, zeg maar? Ik ben niet zo op de hoogte van de ICO-markt. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier vandaag aanwezig ben. Okay. Maar ik kan er bijgevolg niet veel over zeggen. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Toelichting. En succes. Dankjewel.